Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Rivierenland in Zaken. We hebben altijd mooie onderwerpen. We hebben er nu één specifiek over mobiliteit. En aan tafel treffen wij aan Ad van de Weijenberg. Ad, hartelijk welkom. Dankjewel. We gaan het hebben over mobiliteit en over een bijzondere manier van mobiliteit. Want dit is namelijk mobiliteit die je zelf niet koopt, maar tijdelijke mobiliteit, kan ik het zo noemen? Dat is correct, ja. Ja. We praten eventjes over kopen en leasen. Daar gaan we het over hebben. Want normaliter zijn we gewend als ondernemer om een autopark aan te schaffen, om een hoeveelheid auto's aan te schaffen of te leasen. Mm-hmm. En dat geeft ook weer wat problemen en daar hebben jullie zogeheten de oplossing voor bedacht. Ja. Wat is die oplossing? Vertel. Nou, de oplossing voor bedacht. We hebben een oplossing. En wat is die? Dat is short lease. Tijdelijk een auto leasen of, zoals je kunt zeggen, huren. En wat is de basis daarvan? Normaliter sluit je een contract af voor een periode van 3 jaar. Ja, ja. En bij ons kun je een contract afsluiten voor minimaal een maand. En na een maand dan kun je eigenlijk de auto weer terugbrengen. Dus eigenlijk short, kort. Maar dat is toch wel een enorm gedoe, lijkt mij? Of wat is het verschil tussen het huren van een auto en het leasen van een auto? In principe is het precies hetzelfde. Maar als je een auto doet huren, dan zeg je ik huur hem voor een dag of een paar dagen. Maar de term short lease is voor een korte periode van een maand tot maximaal 2 jaar. Ja, en waarom zou je daar gebruik van maken? Nou, veel bedrijven die krijgen tegenwoordig nieuwe medewerkers. De werkgelegenheid trekt weer aan en mensen krijgen een contract op het basis van een half jaar met een proeftijd. Mensen willen mobiliteit zijn, zeker mensen die in de buitendiensten zitten en die willen graag een auto ter beschikking hebben. En dan zegt de werkgever, ja, maar voor 2-3 jaar leasen wij geen auto. We gaan eens kijken of dat er andere mogelijkheden zijn en dat is het short lease. Kun je dan eigenlijk stellen dat short lease indirect een gevolg is van de flexibilisering van de arbeidsmarkt? Ja, zo zou je het wel kunnen noemen. Ja, ja. Correct. En dat betekent voor jou als ondernemer natuurlijk ook best een investering. Want ik neem aan dat je een behoorlijk wagenpark tot je beschikking moet hebben wat immobiel is. Dat klopt. En wij zijn een onderdeel van een franchise organisatie. En als er veel vraag is uit de markt, speelt het hoofdkantoor speelt daar direct op in. Die hebben altijd voertuigen, of bijna altijd voertuigen, in een stalling staan of in de garage. En wij kunnen eigenlijk binnen een paar dagen tijd kunnen wij leveren. Maar de lol, tenminste, ja, niet zozeer bij de werkgever, maar bij de werknemer was natuurlijk altijd van, hey, we krijgen een leaseauto, dus we willen er een open dakje in, we willen er een sportstuurtje in, we willen er een... Ja, en dat is natuurlijk bij short lease niet. Je kunt niet zeggen, ik wil dat type auto, ik wil die kleur en van alles erbij. Zoals de auto er staat, zo moet je hem opnemen. En ja, dat is het short lease. Richten jullie nou specifiek op de zakelijke doelgroep of is er ook nog een stukje particulier initiatief? Ja, voor de particulier is het gewoon verhuur, gewoon dagverhuur of een paar dagen of in een vakantieperiode. Wat je dus ook merkt is zakelijke verhuur in de zomermaanden. Lease-rijders die hebben niet meer van die grote auto's, die gaan wat kleiner rijden. En dan hebben ze een soort mobiliteitspas en dan kunnen ze in de zomer huren ze een grotere auto met trekhaak, waardoor dat ze eventueel weer een caravan mee kunnen nemen. Zou je dit nou kunnen zien als een verbreding van de huurmarkt? Of zou je dit nu kunnen zien als een versmalling van de leasemarkt? Ik denk beide. Het is gewoon flexibiliteit. Ik denk dat de toekomst ook mobiliteitspassen zijn. En zeker bij grote bedrijven, dan krijgen ze een pas en dan kunnen ze of een fiets huren of leasen. Of een auto huren, leasen of met de trein mee. Ja, het is een mobiliteitspas. Zeg je dan ook eigenlijk dat de traditionele manier van een auto kopen of gewoon een auto huren voor 2-3 jaar, dat eigenlijk min of meer passé is? Ja, mensen gaan van het bezit meer naar het gebruik van een auto. Dat zie je gebeuren. Dat zie je ook met private lease tegenwoordig. Mensen die, ja, ze leasen een autootje, privé. Dat doen wij dus niet, maar die mogelijkheden zijn er in de landen ook. En dan hebben ze gewoon een nieuwe auto voor een periode van 24 tot 36 maanden. Alle kosten zitten erin in verwerkt, zoals het enige wat ze moeten betalen is de brandstof. En de rest is allemaal betaald.
Met andere woorden, jouw toekomst ziet er goed uit in deze business. Ik hoop het, ik hoop het. Dat is wel de verwachting. Tot slot de laatste vraag die ik altijd even moet stellen. Want we praten tegenwoordig alleen maar over innovatie en duurzaamheid. Mm-hmm. Wat is er nou duurzaam aan dit hele systeem? Nou, het duurzame, denk ik, is dat de oudere auto's van de weg afgaan en mensen nieuwe auto's kopen. Nou, dan heb je al te maken met uitstoot die vermindert. En ja, dat is wel duurzaam. Ja. Oké, okay. Wanneer gaan we elkaar weer spreken met heel positief nieuws over de ontwikkeling in de short lease markt. Voor mijn part zo snel mogelijk. Goed, ik ga je hartelijk bedanken voor dit gesprek en ik wens je heel veel succes. Dankjewel. Een nieuw item in Rivierenland in zaken. We gaan het hebben over wonen. Gelukkig, er wordt weer gebouwd in Rivierenland. En aan tafel heb ik twee mensen die daar alles van weten. Dat zijn Arco Hakkert en Danielle Koet. Hartelijk welkom. Om met de deur in huis te vallen. Arco Hakkert is van Kleurrijk Wonen. Er is veel gebeurd, hè, met jullie organisatie de laatste jaren. Klopt. We zijn sinds een jaar geleden gefuseerd met SVT Tiel. En sinds 1 januari zijn we ook gehuisvest met ons kantoor in Tiel. Aan de Laan van Westrooien nummer 6. Eigenlijk naast het Van der Valk Hotel. En dat kent iedereen. En jullie hebben een heleboel huizen. Ik hoorde zo'n 15.000 bij elkaar. Dat klopt. En waar staan die allemaal? Die 15.000 huizen die staan in het rivierengebied. En dan met name wat speerpunten in Tiel, Geldermalsen en Culemborg. Het project waar we het vandaag over gaan hebben. Ja, en voor de mensen in Tiel denken nu, hey, we gaan nieuw bouwen. Dat blijkt dus niet het geval te zijn, want er is een prachtig project. Dat heet Hof van Schouten. En dat wordt niet gebouwd in Tiel, maar dat wordt gebouwd in Culemborg. Dat wordt hier gebouwd. Dat wordt daar gebouwd. Ja. De vraag, komt dat zomaar uit de lucht vallen, dat hele project? Of zeg je van, nee, dit is een logisch gevolg van de stappen die de laatste jaren genomen zijn? Nee, dit is een logisch gevolg van de stappen die de laatste jaren genomen zijn. En het project dateert eigenlijk al vanuit 2010. Met andere woorden, je hebt er 5 jaar voor nodig om huizen te bouwen. Wat is de oorzaak dat het zo lang duurt? Het heeft te maken dat het een van de grootste projecten van Kleurrijk Wonen is. 298 woningen die gesloopt worden en 216 woningen die teruggebouwd worden. En dat deze bouwen we terug in 4 verschillende fases. En welke fase is nu? Wij zijn nu bezig met de bouw van fase 3. En dus er komt nog een fase achteraan? Er komt nog een fase achteraan. Danielle, jij bent woonconsulent en jij zit daar middenin. Ja, klopt. Daar moeten zo'n 2.500-300 huizen verdwijnen. Ja. Dat lijkt me geen sinecure. Dat zijn niet waarschijnlijk hele enthousiaste mensen die zeggen, hey, mijn huis wordt afgebroken. Of is dat, ligt dat de werkelijkheid niet zo? Soms wel. Soms vinden ze het heel erg leuk en soms vinden ze het ook minder leuk. Zijn ze heel erg gehecht aan hun huidige woning. Maar mijn taak is eigenlijk om hun te helpen met uitverhuizen naar een passende andere woning. En dat gaat allemaal in goede harmonie? Meestal wel. Tot nu toe is het allemaal nog gelukt. Gaat het goed. En vaak als de nieuwe woningen dan opgeleverd worden, want wij praten nu over één specifiek project wat u dan nog even wil belichten. En dat is dat Hof van Schouten. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoe ziet dat eruit? Wat zijn dat voor woningen? Want tegenwoordig heeft iedereen zijn mond vol van we gaan niet meer zomaar bouwen. Het moet bij wijze van spreken duurzaam zijn. Het moet economisch verantwoord zijn enzovoort. Ik neem aan dat u geen low-budget woningen neer gaat zetten. Nee, het zijn zeker geen low-budget woningen. Het zijn woningen die voldoen aan alle eisen van de tijd. Die goed geïsoleerd zijn. Die speciale installaties hebben om de woning zo energiezuinig te maken. Wat is een speciale installatie die een woning energiezuinig maakt? Nou, deze woningen hebben vloerverwarming, zijn hele dikke isolatiepakketten, zonnepanelen die op de woning liggen, die dus de energie terugleveren aan de woning. En daarmee hopen we eigenlijk ook de energiekosten voor de bewoners zo laag mogelijk te houden. Ja. En in welk traject zit dit hele verhaal? Zijn dit sociale huurwoningen of zijn dit vrije sectorwoningen? Ik vertelde dat het zijn 3 of 4 fases. Dit is de derde fase. En in deze derde fase bestaat uit 40 koopwoningen en 10 huurwoningen. We hebben een mooi beeld. Waar zijn jullie het meest trots op? Wij zijn het meest trots op het appartementencomplex. Met name dat hij een hele eigen identiteit heeft. Wat ik heel bijzonder vind, en eigenlijk zeker voor de mensen in Culemborg, dat daar het appartementencomplex komen een aantal vogelpatronen terug die
eigenlijk uit de oude sloopflat komen. Dus er zit de herkenning van de oude wijk zit in de flat, maar het is toch een complete nieuwe identiteit geworden. Ja, en wat denk je, zijn jouw oude bewoners daar ook zo enthousiast over? Ja, zeker. Ze zijn heel erg tevreden met hun nieuwe appartementen. Mensen die zijn teruggekeerd. En het leuke aan het complex is ook dat je verschillende type appartementen hebt. Variërend van 2 slaapkamers tot maar liefst 5 slaapkamers. Dus dat is eigenlijk voor iedereen wel wat wils. Nou, jullie zijn enthousiast over het initiatief. We gaan binnenkort met onze camera zelf nog eens kijken of het inderdaad zo mooi geworden is als jullie verteld hebben. En ik ga jullie bedanken voor dit gesprek. Dank u wel. Dank u wel.